Een familiebedrijf dat verf maakt en investeert in wijnkelders. Daar wil ik wel iets meer over weten. Ik heb een afspraak met Heidi omdat ik wil weten hoe ze hier bij Bospaints moeilijk in te vullen vacatures aanpakken. Mooi, hè? Elke manager wil natuurlijk de beste medewerker die er is ter wereld. Dus het vergt van HR wel de kunst om er realiteitszin bij te brengen bij die manager. Om te kijken naar de vacature. Misschien ook te zien van, kunnen wij de takenpakketten anders verdelen binnen het team. Zodanig dat een vacature toch oplosbaar is met de competenties en het talent dat we vinden op de arbeidsmarkt. Mensen aanwerven is één ding. Maar ervoor zorgen dat de ervaring in je bedrijf blijft, is nog iets anders. We zorgen ervoor dat ook oudere werknemers die nog altijd aan de bak kunnen. Dat is hier een toestel om potten gemakkelijk te kunnen stapelen op paletten. Vroeger gebeurde dat met de hand. En dan hadden we problemen dat mensen rugklachten hadden. En dat ze uiteindelijk dan thuis waren met ziekte. De CEO heet Ton. Hij zorgt ervoor dat hun bedrijfscultuur niet alleen op papier bestaat. Wij willen investeren in onze mensen omdat we dat gewoon belangrijk vinden. Dat ze hier gelukkig kunnen zijn, dat ze tevreden zijn. Dat ze hier met plezier kunnen werken. Maar het is ook wel zo dat iemand die gelukkig is, dat hij dan ook beter presteert. En op die manier krijg je een betere samenwerking en betere resultaten en beter rendement. Ik heb gehoord dat jullie een goede wijnkelder hebben. Een wijnkelder? Daar liggen hele lekkere wijnen. Nee, dat is eigenlijk vanuit het idee dat we, als we goede mensen tegenkomen op de arbeidsmarkt, mensen met potentieel, maar niet direct kunnen linken aan een bepaalde vacature van ons, dat we die toch kunnen binnenhalen bij ons bedrijf. Omdat we er sowieso in geloven dat we niet meer zozeer vanuit vacatures zullen moeten vertrekken, maar echt vanuit talent en competenties die we tegenkomen op de arbeidsmarkt. En Charles is zo'n talent. Ja, ik ben begonnen als interimaris en snel de kans gekregen om vast op de marketing te starten als events- en webcoördinator. Toen wilde het bedrijf de depots opnieuw vormgeven, een nieuw concept daarom bouwen. En toen heb ik de kans gekregen om op projectbasis dat verhaal vorm te geven. Ondertussen zijn we een stuk verder en ben ik verantwoordelijk voor alle depots. Ja. Dus ja, dat is inderdaad de hele weg. Ja. Weet je wat dat heet, iemand zoals jij hier in het bedrijf? Nee, geen idee. Je bent een wijnkelder, hebben ze ons verteld. Een wijnkelder, ja, dat klinkt goed. Ja. Wat ook goed klinkt, is jonge mensen opleiden tot een goede vakman. En daar zorgt Christophe voor. Deze mensen zijn in een opleiding van VDAB. En dat komen ze gedurende 6 weken bij ons echt specifieke technieken leren, specifieke producten leren kennen in een echte bedrijfsinterne opleiding. Jullie nog vragen? Vandaag zullen Maxime en Nele hun werk ook verdedigen tegenover de jury. Spannend. Dus als je het licht uit doet en donkere ruimte heeft dan licht. In het vernieuwde bedrijfsrestaurant kan je gezond lunchen en ook nog even ontspannen met collega's. Of, zoals Nele en Maxime, wachten op je punten. Ik heb jullie diploma bij en jullie zijn allebei geslaagd. Ja. Onze medewerkers werken hier heel graag en zij zijn eigenlijk ambassadeurs van ons bedrijf. En dankzij hen krijgen we jaarlijks heel wat cv's binnen. Ik heb het vorige week eens opgezocht. 1100 cv's hebben we vorig jaar binnengekregen. Dat moet je verdienen. En dat verdien je door een goed HR-beleid, door je mensen die zich betrokken voelen en door een goede zichtbaarheid op de arbeidsmarkt. Ik heb hier vandaag echt iets geleerd en ik hoop dat u het even boeiend vond. Volgende keer. Hebt u of kent u misschien ook een bedrijf met een boeiend HR-verhaal? Vertel het ons op 0800 30 700.